Hallo lieve maagd, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 47, 20 tot en met 26 november. Het is een algemene reading, haal eruit wat je nodig hebt. Lieve maagd, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Jij gaat deze week bezig met steun geven. Misschien ook wel steun aan jezelf. Ik heb het idee dat je het gevoel hebt dat je een beetje vastzit en niet echt verder komt. Je wilt wel graag verder, maar je weet even niet hoe. Dus het is heel erg belangrijk om te blijven communiceren met jezelf en met het universum. Want er wordt wel gecommuniceerd met jou, alleen je ziet het niet altijd. Daarnaast heb ik het idee dat echt jouw tijd gaat komen, alleen dat je soms nog te veel twijfelt daaraan. Waardoor het dan weer tot stilstand komt. We gaan eens even verder kijken, lieve maagd, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de maagd deze week verwachten? Je bent op zoek naar bepaalde zekerheden. En ik heb het idee dat je daar niet meteen naartoe kan. Ik zie ook, zeg maar, dat je soms echt vastzit met hoe moet ik me voelen of welke stappen moet ik nu gaan zetten. Wel word je steeds sterker in je eigen kracht. Er zit toch nog wel wat woede bij je die je eruit mag laten eigenlijk. Of mag omzetten eigenlijk naar iets positiefs. Woede zorgt er namelijk voor dat je weet waar jouw grenzen liggen, maar ook wat je wel of niet wilt. Dus alle emoties mag je deze week gaan helen. En we gaan eens even verder kijken naar een mooie positieve boodschap voor jou, lieve maagd. Elke donkere nacht verandert vanzelf in een heldere nieuwe ochtend. Dus hoe zwaar het soms ook is, weet dat het goed komt. Lieve maagd, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.